DNA vraagt om duidelijkheid over het optreden van Franse militairen op de Marowijnrivieren. 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw. En politieinval in Katholieke Kerk Costa Rica. Van harte goedenavond. Het is vrijdag 8 maart 2019, de SCVS met het journaal. DNA-leden hebben duidelijkheid gevraagd van de regering over het optreden van de Fransen tegen Surinamers aan de grens tussen beide landen. Kamerbreed is hiertegen protest aangetekend en wordt het gedrag van onze Franse buren ten zeerste afgekeurd. Onze mensen wonen niet vandaag daar. De Fransen weten dat die mensen niet gisteren daar zijn gaan wonen. Ze zitten al jaren daar, ik denk honderden jaren. Het kan niet zo zijn dat we vandaag aan de dag om de haverklap de mensen hun zaken vernietigd worden. Ik denk dat het taak is van de overheid om keihard met de Fransen daarover te gaan praten. Ik ben blij dat ik hoor een aantal zaken hier naar voren worden gebracht door collega's. Maar het zijn dingen die wij hadden beargumenteerd. Ja, waarom we huiverig waren met betrekking tot zo'n samenwerking. Wie gaat die man vergoeden om zijn machines weer te kopen? Omdat zo'n machine, voorzitter, $100 kost. Ik dank u. Wat zal er dan gedaan worden om deze incidenten te voorkomen? Wanneer zal het nu eindelijk geregeld worden? En wanneer zullen we eindelijk duidelijkheid krijgen waar onze grenzen zijn? Wat van ons is, verdedigen wij. Wat van hun is, moeten we overlaten aan hun. Maar ik denk dat het duidelijk is dat de onderdanen van dit land beschermd moeten worden, voorzitter. Ik denk dat wanneer we dan bezig zijn te praten en de afspraak is dat we beide zullen afzien van allerlei ingrijpende zaken, dan kom je niet hiermee, voorzitter. Ik denk dat dat een goede buur niet betaamt en we vragen de regering om alles te doen. Telkens bevinden onze mensen zich op Frans grondgebied. Is dat wel waar? Wordt Suriname steeds kleiner en kleiner? Dus we willen weten wat er precies aan de hand is, voorzitter. Minister Yildiz Polak-Biegele gaf aan dat na de 2 incidenten van het vorig jaar er onderhandelingen zijn gevoerd met de Fransen. Daarbij is afgesproken dat de Fransen niet aan de bezittingen van Surinaamse staatsburgers zouden komen, zolang er geen duidelijkheid is gegeven met betrekking tot het grensdispuut tussen beide landen. Wij praten over een situatie waarbij de grens, in ieder geval het grensverdrag van 1915 geldt, en wij generaties lang een euvel hebben die we moeten oplossen. Ik wil ook in herinnering brengen dat de grenscommissie reeds succesvol is geweest met het vaststellen van de zijwaartse maritieme grens met Frankrijk. Dat hebben we met uw parlement vastgesteld. We hebben ook vastgesteld de grens van het continentaal plat. We hebben ook vastgesteld in ieder geval de uitbreiding van onze maritieme zone. We hebben nu onderhandelingen na de ronde over de rivier. Zijn wij met de ronde over de oostgrens bezig. We zijn bezig met de onderhandelingen betrekking hebbende op de westgrens. We hebben in december de laatste vergadering daartoe gehad. Dus ik ben eens met de oproep in uw college. We moeten uiteindelijk kunnen komen tot het moment waarbij we hier kunnen stellen en overal anders dat Suriname haar grenzen er zo uitziet. De Buza-minister legde verder uit dat de intentie vanuit beide is om deze zaak zo snel als mogelijk op te lossen. Het ligt in de bedoeling om de grens van beide landen zo snel als mogelijk vast te stellen. De laatste alinea geeft ook dan duidelijk aan dat omdat wij in onderhandeling zijn, beide zijden zich zouden onthouden van vernietiging of agressie, om het zo te noemen. En dat is niet uit de lucht gevallen, mevrouw de voorzitter. Wij hebben daarover onderhandeld en we zijn het overeengekomen. Ten tweede wil ik aangeven dat u ook in het bezit bent van een brief van de minister van Justitie en Politie die de status-update verschaft van de overeenkomst die heel vaak door elkaar gehaald wordt met deze reeds decennia lang bestaande patrouilles op de Marowijnrivier. Ik wil aangeven dat de patrouilles in ieder geval niet met de nabijheid van de Surinaamse defensieorganisatie zal plaatsvinden.
Op 27 februari hebben Franse militairen tijdens een operatie op de Marowijnrivier wederom bezittingen van Surinamers vernietigd. Hiertegen heeft de Surinaamse regering inmiddels protest aangetekend bij de Franse regering. Landelijk is er vandaag aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Vrouw. Thema's zoals seksueel molest op de werkvloer en women empowerment stonden centraal tijdens de gehouden activiteiten. Mervel Kotzebue, General Manager DP World Paramaribo, geeft aan hoe haar organisatie invulling geeft aan deze dag. Maar DP World heeft vanuit hun global policy, wat we noemen een empowerment for women. Het programma heet DP World for Women. En in dat kader hebben we gemeend om een sessie te houden met vrouwen, waarbij we de vrouwen in principe bemoedigen en empoweren om op de werkplek hun rol te vervullen als vrouw, maar meer nog als werknemer. Vrouwen moeten in zichzelf blijven geloven en moeten zich nog sterker gaan bundelen. Het is daarom belangrijk dat zij elkaar niet als concurrent moeten zien. Cheryl Polanen, Sustainability Champion DP World Paramaribo, maakt zich sterk voor de positie van de vrouw. Eigenlijk op een dag zoals vandaag sta je eigenlijk weer even stil als vrouw. Bij de uitdagingen die je hebt op de werkvloer, binnen de gemeenschap, eigenlijk overal. En dat het niet gaat om eigenlijk battle of the sexes, zoals men dat noemt. Maar dat het eigenlijk erom gaat dat je je rol als vrouw een beetje gaat erkennen in de gemeenschap. En weet waarvoor je staat als vrouw. En ook weet wat is je visie. En als je dat hebt kunnen ontwikkelen, denk ik dat je een beetje steviger zal staan in je schoenen als vrouw. Ook vrouwen binnen de gewapende beroepen hebben via een motivatiespeech aangegeven waar er volgens hun nog aan gewerkt moet worden. Vrouwen moeten met respect worden behandeld. Astrid Oswald-Lio. Deze is georganiseerd door de commissie Vrouwen in de gewapende beroepen. En niet alleen voor mensen van de brandweer. De locatie is toevallig hier bij de brandweer. Maar het is georganiseerd voor alle korpsen. Voor de douane, voor de brandweer, voor de politie, KPS dus. KPA, penitentiaire ambtenaren, BBS en het Nationaal Leger. Kijk, seksueel molest is iets dat heden ten dagen, althans, men komt nu uit de kast, om het zo te stellen. Gesprek van de dag. Dingen waaraan vrouwen heden ten dagen zo vaak worden blootgesteld en men durft er niet over te praten. U heeft het ook gemerkt. Je zit vaak genoeg met zoveel, wat als ik het zeg, moet ik met ontslag? Wat als ik het zeg, zal ik gepest worden? Maar wij willen juist mensen motiveren om erover te praten. Huiselijk geweld. Vrouwen zijn zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld. U merkt het. Vrouwen worden vermoord. Vrouwen worden kapotgeslagen. En wij willen op de een of andere manier toch wel onze stem laten horen wat dat betreft. Vandaar ook deze sessie. Wij vechten voor de consument. Elke consument die problemen ervaart, kan zich tot ons wenden om hun klachten te deponeren. Dit zei Daniela Sumter, onderdirecteur Marktbeheersing op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gisteren in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws. Zij geeft verder aan dat Surinamers vaak genoeg klachten hebben, maar die vaak genoeg niet kenbaar maken. We hebben een WhatsApp-lijn, 858-6256. Men mag appen, men mag bellen, maar men mag ook op onze verkorte lijn 1940 bellen om hun klacht door te geven. Men mag binnenstappen, er zijn procedures daaraan gekoppeld. En dan proberen we zoveel als mogelijk een oplossing te brengen. En ik mag zeggen, als ik kijk naar onze overzicht, oh ja, we hebben de app ook, de COSA app. Ja. En ik mag zeggen dat ik wel tevreden ben, omdat Surinaamse ondernemers wel willing zijn om te helpen wanneer ze zien dat er iets mis is. Okay. Er zijn tal van grote zaken, kleine zaken die we onderzoeken. Maar er zijn ook zaken waarvan we merken dat op de markt er verandering moet komen. Ja. Zaken zoals onze kippensector. Wanneer je dus eigenlijk kijkt naar het feit dat je ook mensen gezond wil houden, zeg men hormoonvrij, antibiotica-vrij. Echter moeten we dan ook wel gaan letten op het feit dat bijvoorbeeld in kippenvoer er vaak genoeg antibiotica in verwerkt wordt. We zijn bezig de standaarden daartoe te creëren om ervoor te zorgen dat het een verplichte standaard wordt dat men dat soort dingen aangeeft. Etiketering, daar werken we ook wel naar. Alleen maar zodat de mensen kunnen weten wat voor een product het is en wat voor informatie eraan gekoppeld is.
Verder zei Sumter dat het ministerie er alles aan doet om de consument te beschermen. Wet en regelgeving zijn er één van. De laatste hand wordt nu gelegd aan de conceptwet die moet worden aangepast aan de hedendaagse maatstaven. Daarbij zal het aspect van de privacy rond smart products zeker worden meegenomen. Bij consumentenbescherming is het een kwestie van het beschermen van de consument op elke level. Mm-hmm. Het is precies zoals ik u heb gezegd, qua voeding, mm-hmm. qua privacy, qua garantie. Ja. En garantie is een van de sterkere zaken. Misleiding, misleidende advertenties, mm-hmm. die heb je heel vaak. Mm-hmm. We hebben daar bijvoorbeeld ook een issue nu op dit ogenblik. En het is dan gekoppeld aan het Surinaam Standaardenbureau, want een product voldoet helemaal niet eraan. Sumter geeft verder aan dat het ministerie ook proactief bezig is. De medewerkers gaan het veld op om eventuele misverstanden bij de winkeliers recht te trekken. Maar volgens haar is deze strategie niet effectief genoeg. Ze blijft erbij dat consumenten zoveel als mogelijk hun klachten moeten deponeren via het WhatsApp-nummer 858-6256 of op het verkortnummer 1940. De vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië is door de Nationale Assemblee gisteravond met 30 algemene stemmen goedgekeurd. Deze samenwerkings- en vriendschapsovereenkomst biedt vele mogelijkheden voor beide landen. Commissievoorzitter André Misikaba gaf aan dat het om een overeenkomst gaat waarin het institutionele kader voor samenwerkingsgebieden is aangegeven. In de toekomst zullen zaken gedetailleerder worden uitgewerkt. Suriname en Servië hebben al geruime tijd vriendschappelijke banden met elkaar. De wereld van vandaag eist dat landen dat ze strategische allianties sluiten. Suriname is in termen van populatie, economie, industrie en bewapening een kleine speler in de wereld. Aan de andere kant zijn wij een grote speler op het gebied van natuurlijke hulpbronnen. Ik noem u onze enorme bosbedekking met een rijke biodiversiteit, onze zoetwaterbronnen, onze diversiteit aan culturen als een uniek toeristisch schouwspel, onze maritiem grondgebied enzovoorts. Voor wat het laatste betreft strekt ons grondgebied op zee zich van 12 zeemijl verder uit tot 350 zeemijl. Hierbij is Surinamers exclusieve economische zone, EEZ, 114.060 vierkante kilometer. Het continentaal plateau is 212.850 vierkante kilometer. Dit maakt dat onze maritiem grondgebied groter is dan ons grondgebied aan land. Dit is een enorme potentie. In economische zin geloof ik daarom dat onze toekomst voor een belangrijk deel op zee ligt. The future lies in blue economy. In het afgelopen jaar hebben Suriname en Servië een aantal samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Dit land biedt ook beurzen aan Surinaamse studenten. Buitenlandse zakenminister Yildiz Polakbigli gaf aan op welke fronten Suriname en Servië verder kunnen samenwerken. Servië heeft een zeer gunstige natuuromstandigheid in deze land en klimaat. En het is heel geschikt voor gevarieerde landbouwproductie. Maar dat is niet per se wat ik wil benadrukken. Wat ik wil benadrukken is dat wij de technologie die wordt toegepast mede kunnen gebruiken in ons geval om onze landbouwproductie een boost te geven. Verder willen we ook benadrukken dat Servië heel bekend staat op de Europese markt voor haar verschillende producers die ze aanlevert. En die markt is ons ook aangeboden indien wij ertoe overgaan om een soortgelijke samenwerking te gaan ontwikkelen. Als we kijken naar de voedingsmiddelenindustrie van Servië, staat zowel regionaal als internationaal dit land goed bekend. En is ze een van de sterke spelers in de economie. In ieder geval, in haar economie speelt dat een grote rol. Verder hebben we de energiesector. En het is een van de grootste sectoren in dit land. Belangrijk voor de economie, waar ook wij verder ontwikkeling voor ons land in nodig hebben. Op het gebied van sport, gezondheidszorg en veiligheid kan deze samenwerking ook van betekenis zijn voor Suriname, zei de BUSA-bewindsvrouwen. Lezen verrijkt je kennis,
ontwikkelt je vocabulaire en prikkelt je fantasie. Dit zei minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken gisteren na het voorlezen aan de leerlingen van de openbare school Meerzorg 2. Noor Salim gaf aan dat dit de derde school is die hij in het kader van de Nationale Voorleesweek heeft bezocht. Eerder bezocht de bewindsman de Tabor en de Boegnerschool. Volgens Noor Salim heeft hij niet op de traditionele manier voorgelezen. Ik heb getracht om daaruit ook hun algemene ontwikkeling kennis te toetsen. Als we spraken over Kotika of als we spraken over een bepaalde situatie. Ik heb ook getracht te kijken naar de creativiteit van de kinderen, welke talenten ze allemaal hebben. Konden ze een bepaalde situatie, welke in dat boek is geschreven, konden ze dat uitbeelden? Maar hebben ze ook al een bepaalde situatie meegemaakt? En hoe zijn ze eruit gekomen? Hier heb ik bijvoorbeeld de vraag gesteld, er was iets van spieken. En ik vroeg van wie heeft ooit eens gespiekt? En men was eerlijk genoeg. En dat moet je ook de complimentjes geven aan de kinderen, dat ze eerlijk zijn op de eerste plaats, maar dat ze ook tegelijkertijd zeggen, nou, het is oneerlijk van me geweest, ik ga het niet doen. Minister Noor Salim maakt zich bezorgd over de jongeren. Zijn noodkreet uitte hij op basis van observeringen op de verschillende scholen. De leerlingen lezen veel te weinig, geeft Noor Salim aan. Volgens hem heeft het technologisch tijdperk voor een andere dimensie gezorgd. We zitten in een periode waar social media dat stukje zoveel invloed heeft. Men zit liever achter een tablet en naar YouTube te kijken dan echt fysiek een van de boeken te pakken en te lezen. En dat is een beetje zorgwekkend, moet ik zeggen. Aan de andere kant heb ik ook heel veel talenten gezien, hè? Jongeren die op het gebied van kunst en noem maar op toch iets zouden kunnen betekenen, het acteren, maar ook in algemene kennis. Op bepaalde scholen zag je dat ook heel hoog is, op andere scholen ja, iets minder. Maar onze kinderen concluderen dat ze overal dat ze heel flink zijn. Engels bijvoorbeeld, we hebben ook Engels een beetje gedaan, nul gedaan, maar het bleek dat ze ook een gevoel hadden voor de Engelse taal, dus ondanks dat het een lagere school is. De Nationale Voorleesweek werd vandaag afgesloten.